Welkom bij deze hardware video over Epson lampprinters instellen. Mijn naam is Feiko en in deze video laat ik je zien hoe je een Epson lampprinter installeert en koppelt aan je Lightspeed L-series kassasysteem. We gaan de volgende stappen doorlopen. Als eerste gaan we de printer voorzien van stroom. Daarna de printer aansluiten aan het internet. Het printpapier installeren. En als laatste het instellen van de printer in de restaurantmanager. Om de printer te voorzien van stroom, steken we hier de stroomkabel in de printer. Om de printer aan te sluiten aan het internet, steken we hier de internetkabel in de printer. Zorg dat het lipje van de internetkabel naar buiten staat en de kabel er goed in klikt. Nadat de kabels erin zitten, doen we de printer open aan de bovenkant en installeren we het papier, zodat het papier naar je toe draait als je achter de printer staat. Doe de printer daarna weer dicht. Nu we de printer aan het internet gekoppeld hebben, gaan we het IP-adres uitprinten. Die hebben we later nodig. Bovenop de printer zit een feedknop en een aan- en uitknop. Zorg dat de printer uitstaat en houd de feedknop ingedrukt. Zet de printer daarna aan. Je zal zien dat de printer dan een bon uitprint. Het IP-adres is hier op de bon terug te vinden. Mochten daar alleen maar nullen staan, dan betekent dat dat de printer geen verbinding heeft gemaakt met jouw netwerk. Verloop de vorige stappen nog een keer en mocht dat niet werken, neem dan alsjeblieft contact op met ons supportteam. Nu we de hardware hebben geïnstalleerd, kunnen we de printer gaan instellen via de restaurantmanager. Log in op jouw restaurantmanager en ga daarna naar printers toe. Nu we bij het kopje printers zijn, kunnen we rechtsboven een nieuwe printer toevoegen. Als eerst zullen we een naam geven, zoals Epson printer. Daarna het type Epson selecteren en het juiste model selecteren. Nu kunnen we het IP-adres dat net uit jouw printer gekomen is invullen onder IP-adres. Mocht je nog met een kassalade werken, kan je die hier aanvinken. En vergeet niet op opslaan te drukken. Nadat de printer is ingesteld, gaan wij de printschablonen koppelen aan de respectieve printers. Onder printers is het kopje printschablonen te vinden. Koppel dan je kastticket aan jouw printer door het kastticket te selecteren en onder printers de aangemaakte printer te kiezen. Vergeet niet op oké te drukken. Doe hetzelfde bij jouw bar en of keukenschabloon, mocht je die uit dezelfde printer willen laten komen. Selecteer weer de juiste printer en vergeet weer niet op oké te drukken. Nu het printschabloon gekoppeld is, gaan we de categorieën nog koppelen aan het schabloon. Ga terug naar bijvoorbeeld je barschabloon en scroll helemaal naar beneden. Hier kunnen we dan selecteren welke categorieën gekoppeld moeten zijn aan het schabloon. Bijvoorbeeld alle drankjes die bij de bar eruit geprint moeten worden. Zo komen alle drankjes samen op de bon. Als ik nu naar mijn keukenschabloon toe ga en ik scroll weer helemaal naar beneden, zal ik ook zien dat er bij de drankjes nu slotjes op staan, zodat het eten samen op een aparte bon terechtkomt. En vergeet weer niet op oké te drukken. Hopelijk heeft deze video je op weg geholpen. Ik raad aan om eerst een test te doen wanneer alles is aangesloten en mocht er nog vragen zijn, neem dan contact op met ons via de support chat. Nog een hele fijne dag.